Ik zocht eigenlijk om wat dingen naast studie te doen. Dus dat heb ik in de eerste paar jaar al een beetje kunnen doen. En in het derde jaar hoorde ik dat je ook research masters kon doen. Of tijdens de geneeskundestudie ben ik begonnen met een master in molecular medicine. Vandaar ben ik doorgestroomd in promotieonderzoek en dat ben ik nu aan het afronden. En dan ga ik straks beginnen met mijn co-schappen. Nou ja, bij geneeskunde krijg je dus dan meer vanuit de kant van de patiënt symptomen en je krijgt de ziektebeelden, maar ook wat mee van de pathofysiologie. Maar met de Research Master MolMed krijg je dan toch echt meer het diepe erachter, het RNA, DNA, maar ook hoe je de mogelijkheden van hoe je dat verder kan onderzoeken, hoe dat in elkaar zit. Dus wij hebben ook, als je colleges hier krijgt, dan pakken ze soms toponderzoekers die naar Nederland worden gevlogen. Die jou dan college geven over hun vakgebied. Dat is wel heel goed. Je hebt gewoon close contact met de professoren. Wat je eigenlijk bij andere opleidingen niet hebt op andere universiteiten. Of misschien ook wel andere. Ja, überhaupt andere opleidingen. En je hebt ook, als je naar andere conferences gaat over de informatie die je hier hebt. Of die te maken hebben met je eigen onderzoek. Ontmoet je ook heel veel mensen waar je misschien wel later ook een onderzoek bij kan doen. Of misschien ook wel je promotieplek bij kan behalen. Nee, het leukste voordeel van een research master is gewoon dat je extra onderzoek kunt doen, extra lessen krijgt over dingen die je heel interessant vindt en waar je eigenlijk bij geneeskunde te weinig informatie krijgt naar jouw zin. En dat kun je gewoon later combineren met een promotieplek en misschien ook wel je opleidingsplek en dat is gewoon ideaal. Als je iets meer uitdaging wil in een normale geneeskunde traject en je hebt er tijd voor en je denkt dat je misschien iets in onderzoek wil doen, dan zit een perfecte kant. Dat het gewoon al voor je aan wordt geboden, een kant-en-klaar programma, schrijf je in, zou ik zeggen.